We hadden het al eerder over de parallel tussen fotografie en impressionisme bij het vastleggen van dat ene vluchtige moment. Die fotografie ontstaat in de 19e eeuw en zal ervoor zorgen dat de mens de wereld met andere ogen gaat zien. Een mooi voorbeeld van deze revolutie kun je zien in het werk van de Engelse fotograaf Muybridge. In 1872, railroad tycoon Leland Stanford commissioned Edward Muybridge to take photographs of his prize racehorse, Occident. Stanford wanted to know whether a galloping horse's four hooves ever left the ground at the same time. So in order to figure this out, Muybridge used 12 cameras that were activated by strings as the horse galloped through. He did this all on Stanford's family farm, not far from where the Cantor Art Center stands on Stanford University today. In the end, not only did Muybridge prove that all four hooves of the horse did, in fact, leave the ground at the same time, but he also caused a sensation in the general public. For the very first time, the world had a better understanding of the true nature of motion. Muybridge then set to work, delving into more studies of motion, capturing the movements of everything ranging from pigeons to lions to human beings carrying out their daily tasks. Muybridge was a man of intrigue. In 1860, he was involved in a terrible stagecoach accident, which nearly killed him. Muybridge was left with a devastating brain injury, one of its several effects being that he could no longer smell or taste. He lived out the rest of his days as a strange, erratic character, often seen absorbed in his work and always with some innovative piece of technology. For many, the most important thing we remember about Muybridge is the aftermath of his photos. Because of his work, motion pictures were possible. While the motion picture itself only became prominent in the later years of his life, Muybridge greatly influenced the industry. His serious photography greatly influenced Thomas Edison, who introduced the use of high-speed shutters into movie-making technology. Many of Muybridge's serious photographs reside in museums like the Cantor Art Center, welcoming all to experience the legacy of a photographer who really planted the seed for popular entertainment as we know it today. Maar goed, dat speelt zich allemaal eind 19e eeuw af. Voor het ontstaan van de fotografie moeten we verder terug. Hier zie je de oudst bewaarde foto ooit, gemaakt in 1826. De opname werd afgedrukt op een soort asfaltplaat en had een belichtingstijd van 8 uur nodig. Aanvankelijk gebruikt men de fotografie vooral voor portretten. Het is een heel gesjouw met die gigantische camera's en fotoplaten en modellen komen dus beter de studio in. Interessant is dat er vanuit de schilderswereld verschillend gereageerd wordt. Sommige schilders zijn angstig en zien de fotografie als grote concurrent, terwijl andere schilders het als een bevrijding voelen dat de fotografie voortaan de realiteit vast gaat leggen en de schilderkunst dat dus niet meer hoeft te doen. Rond 1870 ontwikkelt men de draagbare camera, waardoor er makkelijker op straat gefotografeerd kan worden. Fotografen gaan op zoek naar bijzondere momenten en bijzondere camerastandpunten. Op de tweede foto van de beroemde Amsterdamse stadsfotograaf Jacob Olie zie je bijvoorbeeld dat hij kiest voor een vrij laag camerastandpunt, ook wel kikkerperspectief genoemd. De film en fotografie heeft natuurlijk zijn eigen terminologie. Hier zie je enkele belangrijke termen en begrippen. Sommige begrippen behandelen we later bij de film. Bij camerastandpunt kies je als fotograaf of cameraman op welke hoogte je de camera houdt. De drie mogelijkheden: camera op ooghoogte, camera op kikkerhoogte en camera op vogelhoogte. Merk op dat de verdwijnpunten op de horizon blijven liggen. Wat betreft cameraafstand en dus de kaderinstellingen kennen we de volgende keuzemogelijkheden: de close-up, een deel van het lichaam, medium shot, lichaamskadrering ter hoogte van het middel, de long shot, mensen volledig en beeldvullend in beeld, en distance shot, van grote afstand. Met scherpstelling en scherptediepte kun je kiezen van waar tot waar het beeld scherp of onscherp in beeld is. Hier een leuk weetje tussendoor. De Leidse fotograaf Kiek werd vooral bekend om zijn studentenportretten.
Hij werd naamgever van ons kiekje. Belangrijk in deze tijd waren ook de reisfoto's en de etnografische foto's. In de 19e eeuw was er een drang om de wereld te ontdekken en te bereizen. Via reisfoto's, hier Nederlands-Indië, kon die verre wereld worden vastgelegd en getoond. Etnografische foto's werden gebruikt om de verschillende mensenrassen in kaart te kunnen brengen. Zoals je bij deze foto van een Aboriginal kunt zien, gebeurde dat overigens niet altijd even respectvol.